Welkom bij een nieuwe vlog! Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag... Welkom bij een nieuwe vlog! Het is vandaag zondag en ik voel me iets beter. Ik heb nog wel keelpijn en oorpijn, maar ik kan wel weer fatsoenlijk praten. Maar geen seks. Dus dat is fijn. En ja, we blijven denk ik vandaag thuis. Ik wil heel graag erop uit. Maar Olly heeft trouwens heel erg de waterpokken. En ik kan niet zo goed stilzitten. Het is waarschijnlijk beter om thuis te blijven. Sander kan daarentegen heel goed stilzitten. Heel goed, kijk, let op. Hij doet helemaal niks. Helemaal niks. Dus ja. Ik neem jullie mee in wat we wel of niet gaan doen vandaag. Wat ga je kijken? Chef's table. Veel plezier. Oké, wij gaan mijn kast opruimen. Tenminste, het gaat heel goed in mijn kast. Want ik heb heel veel weggegooid. Hoe kom je aan die drop? Ik heb het vuilniszak gehaald. Je echt dat de vuilniszak geldt? Are we down to this level? Ja. Snoep is zo lekker. Hoe kom je van je suikerverslaving af? For real. Ik probeer het. But it doesn't work. Ja, ik ben dus mijn beautyproducten aan het opruimen. En parfums. En aan het uitzoeken, onder andere. What to keep. Dit was een beetje nog een deel van mijn voorraad. En... dat ben ik even aan het uitzoeken. Maar voor de rest is het hier wel echt netjes en opgeruimd. En ja, hier eigenlijk ook wel broeken. Kijk hoe weinig t-shirts ik over heb. Volgens mij heb ik het wel laten zien. Eigenlijk wil ik ze gewoon allemaal wegdoen. Er zitten er twee tussen die ik draag. Rokjes. Dit moet ik even opruimen. Het zijn allemaal sportspullen, wat ik niet doe. En andere jasjes en zo. Oké, ik ben klaar met mijn kast opruimen. En Sander is aan het koken inmiddels, want het is al om 6:30. En we gaan spaghetti eten met... Ik weet niet precies met wat. Gehakt wel in ieder geval. Ik ga het even aan Sander vragen. En Olly haar waterpokken zijn inmiddels echt... fully exploded. Ik doe er ook even geen shirtje aan, want dat vind ik zielig. Ze heeft weer gekrapt, San. Ze heeft weer gekrapt. Echt waar. Oké, wat ben je aan het maken? Spaghetti met hakballen. Lekker. Ik heb echt trek al. Goed zo. Jij? Nee. Tuurlijk wel. Ik mis alleen dat we geen chips en snoep in huis hebben, maar is beter. Oké. Morgen ga ik voor lunch denk ik friet eten. Echt? Ja. Mijn bord? Sure. Olly moet ook, hè? Zal ik Olly van mij geven gewoon? Nee, ja, ja, dat kan ook wel. Olly voelt zich namelijk niet zo lekker. En die eet een groene appel. We hebben heel lekker gegeten en nu gaat het zieke babytje naar bed. Kom maar lekker liggen bij mama. Ja. Ik loop in de stromende regen. Oh, ik hoop niet dat ik hard praat. Ik heb muziek in. Ik loop door de stromende regen naar de appie. Want we hebben geen brood meer, geen vaatwastabletten, geen vuilniszakken en geen melk. All the essentials basically. Maar het is wel lekker om even te lopen, want ik ben de hele dag binnen geweest. Dus ook al regent het. Ik heb dus geen hekel aan regen. Ik vind het eigenlijk altijd wel gezellig. Maar ik denk dat ik de enige ben. Ik ben weer thuis en ik was net even vergeten te vloggen. Maar Sander en ik liggen op bed en we zijn dat Million Dollar Listing New York aan het kijken. Ik vind het echt super leuk. Wat vind jij ervan? Ja. Is zo leuk. Kind of nice. Toch? Ja hoor. Ik vind die gasten een beetje hysterisch, maar... Ja, maar het zijn Amerikanen. Ja, nee. Dat is niet waar. De ene komt uit... Puerto Rico en die andere. Dat is wel waar. Maar ze wonen in de, leven in de Amerikaanse markt.
Maar is wel grappig toch? Het is gewoon net. Het is een voortrepper. En mijn pijn is dus minder aan het worden. Maar daar in plaats van heb ik de meest irritante kriebelhoest ooit gekregen. Ben jij nog wat ik daarin kan doen? Theetje? Maar ik heb al zoveel thee op vandaag. Het gaat dus zeg maar over van kriebelhoest in de hik de hele tijd. Heb je geen dropjes gekocht bij de appie? Nee. Nee, heb ik niet. Oké, okay, let's watch this. Ja, ik ga de vlog ook afsluiten voor vandaag. Het was super kort, I know, maar ik wilde toch graag weer een vlog beginnen. Dus heel erg bedankt voor het kijken allemaal. De volgende vlogs worden leuker. En ik zie jullie morgenochtend weer.